Deze dag is georganiseerd omdat de universiteit is 100 jaar dit jaar. En dat willen we vieren met mensen uit heel Nijmegen. En dit is een van de activiteiten en hier hebben we kinderen uitgenodigd om op het eiland met ons de verjaardag te komen vieren door allemaal wetenschapsactiviteiten. Op de eerste dag van het 100-jarige jubileumfeest van het Radboud staan kinderen centraal. Volgens Jan vormen zij een belangrijk onderdeel van de toekomstige wetenschap. En dit is waarom. Ja, kinderen zijn onder andere de volgende generatie wetenschappers. Maar ook kinderen krijgen, ook kinderen die geen wetenschapper worden, die krijgen ook te maken met wetenschap in het dagelijks leven. En door een beetje kennis te maken met wetenschap, krijgen ze in ieder geval een beetje een idee waar dat over gaat. Er worden vandaag meerdere activiteiten georganiseerd. De activiteiten staan in verband met de verschillende faculteiten binnen de Radboud Universiteit. Op deze manier krijgen de kinderen een gevarieerd programma aangeboden. Nou, eigenlijk alle faculteiten hebben een activiteit. En onder andere geschiedenis is hierachter onderzoek aan het doen naar het masker en, en de ruïne die daaronder ligt. Maar er zijn ook, worden ook proefjes gedaan wat is de invloed van sport op het hart. Dit en nog veel meer is er te doen vandaag. We zijn benieuwd wat de kinderen zo leuk vinden aan dit festival en de activiteiten. Ik vond het ook leuk om meer te weten over wat hier is gebeurd, ja, 200 jaar geleden, 2000 jaar geleden. En dat ik dan ook weet dat dit een voor het eerst was, want dat wist ik nog niet. Deze dag was niet alleen leuk, het was ook nog eens erg leerzaam. We vroegen ons af wat de kinderen allemaal geleerd hebben. Ja, wel over het fort en zo en over, ja, over dat, dat er ook nog andere dingen waren die dan verdwenen zijn en dat de rivier, hoe heet die, dat die pas 10 jaar oud is.